Vandaag ga ik een klein beetje uitleg geven over de nieuwe producten voor 2014. Ze gaan ze ook bezichten op Nexpo in Kortrijk. Dat is de Metis en de Canis. Dat is een pikant product, dat is een enorm zoet product. Alle twee met een goede geur erop. Ze zijn ook oplosbaar. Dat wil zeggen, je kan ze ideaal gebruiken voor een voeder. Je kan ze ook op de maanden of op de kasters. Kijk, ik ga een keer tonen waar je dat toen kan zien, dat je dat in water giet. En je moet altijd je product bekijken wat dat doet. Kijk, dat doet dat moment dat dat bijvoorbeeld de kaster is. Je kunt altijd die witte wolk en je ziet dat komt volledig los. Dat zak schoonen, dat gaat gewoon tot op de bodem, niet in één keer. Dat moet ook niet. Dat moet ook wel loskomen in de stroming. Die kan is dus juist hetzelfde, maar dan kijk, enorm zoet. Dat zijn ook twee nieuwe. Klopt hier niet. Je hebt de Magna en de Pineapple. Dat zijn ook twee producten die op hetzelfde moment zak, maar ideaal voor in het voeder. Ietsjes minder straf dan die twee. Dat is weer de Magna, we hadden dat in poeder, nu hebben we dat dus ook in liquide en dat is gewoon pineapple. Ook de vroege smaakstof van poeder, dat we nu in liquide hebben. Dat is bitter amandel, dat zijn de twee karperboosters. Tozen we nog een keer, het is enorm succes geweest in 2013, dus ze blijven zeker bestaan. Die justzelfde, de Clear Explosion en de Red Explosion, ideaal voor de maan te prepareren op voorhand. Hier nog een nieuw product dat ik zeker heb een toon, niet iedereen gaat gebruiken, maar vooral de mensen met muggenlarven. Ga ik iets toon. Kijk, je gaat zien hoe gemakkelijk dat gaat. Dus, dat is een roze poeder, lichtjes roze, een hele lichte vanillegeur. Kijk, je kunt het perfect gebruiken voor je beestjes te lossen. Maar ik ga je toon wat je nog meer kan doen. Beestjes blijven er lange in leven, dus zeker geen probleem. Pak de plantenspuiten. Je gaat zien, dat gaat super rap. Benevelt dat een beetje. Hoe warmer dat is, hoe meer water dat nodig heeft. Ook als je zegt voederplak niet genoeg, kan je ook in voeder steken. Ik heb er misschien wel ietsjes te veel poeder gebruikt, maar je ziet wel, je hebt echt niet veel poeder nodig. Kijk, voilà, en je balletje is geplakt. Ik heb hier dat hier cadeau een beetje op voorhand, niet of 10 jaar geleden. Je ziet, dat kleeft echt enorm. Het goede ook eraan is, als je het bijvoorbeeld 's morgens kleeft, hè, of je kleeft het voor de wedstrijd, het is nog 2 of 3 uur later, op het moment dat je het water smeert, kan je zien, je moet dat maar even kijken, we gaan proberen te filmen. Dat komt redelijk rap los, maar die beestjes blijven gewoon leven. Ik had dat natuurlijk een beetje verzworen met leem. Je kan er een steentje onder en je doet ervan wat hij wilt. Als je het wel zwaarder maakt, zijn er genoeg oplossingen. Het grote verschil nu met Benton is, dat gaat veel rapper en de beestjes blijven enorm lang leven. Voilà, dat waren de nieuwe genen. Je kan ze ook zien op een expo in Kortrijk.